Een achterauto. Maximum aantal starters in de Merrie Derby is 16. Het aantal kandidaten is 10. Dus het gaat hier eigenlijk alleen maar om de verdeling van de startplaatsen. Dat geeft een veilig gevoel aan de rijders. 200 meter nog te gaan. Sluit eraan. Aan. 100 meter nog. 50 meter, 30 meter, start gevallen. Paarden zijn gestart voor de Merrie Derby selectie en vooralsnog zijn de paarden allemaal goed op de been gekomen. En we gaan af op de eerste bocht en daar hebben we in strijd om de leiding naar de kop gaand Nikita R. Nikita R. die mocht even ruiken aan de leiding, maar Caroline Albers die heeft hele andere ideeën en die gaat met No Illusion de leiding overnemen. No Illusion heeft een tweetal lengte voorsprong genomen op Nikita R. Derde positie Niagara River. Daar weer een lengte achter volgt Noor Schermer. Dan anderhalve lengte tot Nadia met verderweg in het veld Nice Girl Boko. En zo zijn we dan voor de eerste maal in de rechte lijn voor de tribune. Achtergenoemde paarden volgt dan nog Normaal met Nico Baldwin. Daarachter is het Nijmar Black en aan de buitenzijde, nee daarachter moet ik nog zeggen Noah Transair. Paarden nu in de ganzenpas langs de tribunes met zo dadelijk nog een volle ronde te gaan. No Illusion voert het veld aan met op de tweede plaats daarachter dan Nikita R. In derde stelling Niagara River. De vierde plaats daarachter is dan voor Noor Schermer. Zo gaan we de laatste ronde in. Verder weg in het veld Normaal. Aan de binnenzijde volgt dan Nadia. Daarachter is het dan Nicole Baldwin. Aan de binnenkant Nice Girl Boko. Daarachter Nijmar Black en laatste is Nora Transair. Zo is de bocht gerond en zijn de paarden aan de overzijde van de baan. En leidt nog altijd No Illusion. No Illusion met een lengtevoorsprong op Nikita R. Die wordt nu afgeschermd, want in het tweede spoor komt naar voren Niagara River. Maar die gaat niet op jacht naar het tweede liggende paard, maar rechtstreeks naast de leider. En gaat proberen de leiding over te nemen en dat lukt. Als de paarden langs het landje van Jochems komen is Niagara River de nieuwe leider. No Illusion tweede, Nikita R. derde en op de vierde plaats Noor Schermer. Zo gaan de paarden dan richting een laatste bocht. Achter de leiders volgt op dit ogenblik Normaal. Daarachter is het dan Nadia. En achter Nadia volgt aan de binnenzijde Nice Girl Boko. Met daarachter dan Bas Krebas met Nico Baldwin. En zo zijn we op weg nu naar de laatste rechte lijn. Terwijl we aan de buitenzijde ook naar voren zien komen. Noah Transair. Deelnemers zijn in de laatste rechte lijn. Hebben nog 400 meter af te leggen. En het is Niagara River die leidt met Misha Brouwer. Heeft nu een 2-3-tal lengte voorsprong. No Illusion op de tweede plaats. Nikita R. die gaat proberen, maar die ligt aan de binnenkant vast. Aan de buitenzijde komt Nora Transair. En zo zijn we dan in de laatste 200 meter. En is het nog altijd Niagara River die leidt. Aan de buitenzijde komt Nora Transair naar voren. Niagara River, Nora Transair. Helemaal aan de buitenzijde Normaal. Niagara River, Normaal misschien nog naar de tweede plaats. Ten koste van Nora Transair en aan de binnenkant No Illusion. Maar de rechter heeft het laatste woord.